Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer in Zelda Play 20 en in de vorige aflevering heb ik keihard gefaald bij Duke Vistron. Omdat ik dus zeg maar te veel met Mini Shark, met de Mega Shark bezig was. En liep nog niet goed uit. Gelukkig heeft Fiverr een heel erg goed idee gevonden om Duke Vistron te gaan verslaan. Want we gaan zeker wraak nemen op die stomme visbeest, varken, Magic Carp met zijn Bubble Beam aanval, hoe dat het ook heet. Maar, voordat we gaan doen, heb ik nog eerst even een paar voorbereidingen. En nog een paar dingen die ik eventjes wil vertellen, die ik offscreen heb gedaan. Offscreen heb ik nog heel eventjes zitten te farmen voor wat extra Glorified. Want dat gaan we zeker nodig hebben. En ik heb een beetje Glorified namelijk nodig om eventjes een verandering van mijn strategie aan te passen. Als ik me niet vergis, hebben wij namelijk nog een Turtle Shell. En meer dan genoeg, ik weet niet, ja, 51, meer dan genoeg. Hebben we dus meer dan genoeg van de Turtle Shell en alles. En wat ik dus wil gaan doen, is als ik heel eventjes naar onze Mithril Anvil toe ga, dan kunnen wij dus zeg maar weer een Turtle Shell skill mail maken. Die wil ik zeker eentje extra maken. Want wij hebben nou zeg maar de defensive aan. Die geeft dus zeg maar 5% increase melee damage en critical strike chance. Maar wat ik wil gaan doen, is een paar defense opofferen voor extra aanval, waardoor dat onze set bonus verandert in plaats van defense in offensive. En ik denk dat dat wel goed gaat werken, want hoe meer schade dat we doen, hoe minder lang dat we bezig zijn met Duke Vistron. Dus hoe sneller dat we eigenlijk dus zeg maar hem kunnen killen. Tenminste, Fiverr, denk jij dat ook een goed idee is? Nou, dat is heel erg, ik hoop het. Nou ja. Dus daar gaan we het mee doen. Dus ik hou deze bij me. Ik heb de bullet armor, die heb ik hier neergeplaatst, omdat ja, helaas het is mogelijk met de Mega Shark, alleen ik ben niet echt goed geweest met dat dodgen op dat moment. Nou is er nog één dingetje dat ik heel even wil doen, dus laat ik heel eventjes deze zooi weer heel eventjes terug chunken in mijn inventory. Ik heb hier de life crystals nog en alles, dus even kijken, de resources. Even die daarin pakken, wat hebben we nog dadelijk nodig voor het Spectre Armor wat we zeker willen maken. Dus dat moet sowieso gedaan worden, maar wat heel erg belangrijk is en ja, Fiverr, ik weet het. Ik ga de speer gebruiken. Die zit nou op 93 melee in plaats van 91. Maar er is één ding wat ik dus zeker kon maken. En daar kwam Doomy ook nog eens een keer mee. Wat ook nog eens mee kan helpen. Ik ben echt zo blij met Fiverr en Doomy's een goede advies, zeg maar, erbij. Dus wat we willen doen is, we willen naar onze onze voodoo-gast. En daar willen wij de inbuwing station kopen. En ik heb natuurlijk niet genoeg geld bij. Dat zullen we altijd weer zien. Oké, nou, even kijken. Dan hebben we nodig. Dit hier. Dan gaan we hier omhoog. Even kus wat geld. Weet je wel, we nemen gewoon even een plaats in de coin mee. Waar ik mij uit. Weet ik zeker dat ik genoeg geld bij me heb. Maar wat we daarmee kunnen doen is namelijk een hele sterke potion maken. Ik hoop eigenlijk, heb ik wel genoeg potions? Even kijken. Bouw. Resources. Potions. Potions. Ik heb geen Iron Skin Potion en Potion of Regeneration meer. Nou ja, dat zijn dingen die we heel erg makkelijk kunnen maken. Heb ik nog genoeg waterpotions? Och, meer als genoeg. Maar ik heb geen daybloom. Zijn die al klaar? Het is nacht. Weet niet. Nou ja, dan ga ik eerst eventjes beginnen aan die potions die ik eerst wil maken. Wat ik dus zeg maar van hem wou kopen, dat is dus shop. Is dus zeg maar de imbuing station. Daarmee kunnen we dus zeer speciale potions maken. Potions. Potions. Potions, Stouwler. We hebben potions. Oké, sorry. Maar als we die dus zeg maar hier neerzetten, dan kunnen wij dus zeg maar hele speciale potions gaan maken. Wat heel erg handig gaat worden tegen Duke Vistron. Dus we gaan alle aanval gebruiken. We gaan echt all out op deze baas nu. Want hij heeft me heel erg boos gemaakt. En ja, zoals jullie dat weten, nobody messes with Fiverr or Zelda Player 20. Wat me eigenlijk brengt ook eventjes ondertussen dat ik deze potions maak. Eventjes de potions. Volgens mij had ik alleen maar de materialen nodig. Had ik alleen maar wat had ik nodig? Cursed Flame volgens mij. Heb ik nog Cursed Flame? Heb ik die nog bij de ammo? Oeh, maar 4. Ik denk dat dat genoeg is. Nou, eventjes. Ik heb het recept even geoefend, maar nou ben ik het natuurlijk weer vergeten. Dat is heel erg handig. Even kijken, wat hebben we nog meer nodig? We hebben er 5 nodig voor 1 fles. Fijn. Ik ga al eventjes er een paar bij farmen en ik zie jullie in een seconde. Nevermind, ik heb er nog 90 hierin zitten. Dus ik heb helemaal niks dat ik hoef te farmen. Dus dat is alleen maar gunstig. Dat is alleen maar mooi. Dus ik dacht echt bij mijn eigen van, oh nee, dan moet ik eens keihard veel gaan farmen. Daar heb ik echt geen zin in. Maar ja, Flask of Cursed Flames. Melee attacks inflict enemies with Cursed Flames. 15 minuten duration. Zeker een hele handige potion om bij je te hebben. Die zorgt er dus voor, zeg maar, dat defense van Duke Vistron enorm omlaag gaat.
Dat willen we zeker hebben. Dus daarom wil ik er daar een paar van hebben. Dus nou moet ik heel eventjes wachten tot het dag wordt. Dan kan ik precies zien welke dat rijp zijn. Ik ken de Moonglow eventjes alvast even farmen. Dus ja, dan kan ik dat heel eventjes doen. En ondertussen dat ik dat doe, kan ik jullie met veel plezier eventjes alvast mededelen. ZP20 English, mijn backup kanaal, is weer tot leven gekomen. Ik heb met Doomy en InvaderTech heb ik een gigantisch leuke opnamesessie gehad met een challenge van Minecraft. Tot we allemaal één class doen met Medium Core. En het leukste daarvan vind ik eigenlijk, we hebben dus zeg maar, even kijken hoor. We hebben dus zeg maar nou de eerste aflevering, die staat nu online op het kanaal. Dus ja, het is helemaal in Engels, want het is een Engels kanaal. Maar ja, je kunt altijd daar naartoe kijken als je zo wil. Als je zoiets hebt van, nou ik ben eigenlijk best wel nieuwsgierig wat ze daar allemaal wel niet uitspoken. Ja, dan is dat natuurlijk mogelijk. Dan vraag ik mij af, heb ik Deadweed Seeds? Mushroom, Blinkroot, Shiftthorn, Daybloom, Waterleaf, Moonglow. Nee, die heb ik dus niet. Wat is dit? Moonglow Seeds. Mijn excuses. Ja, ik was gisteren niet echt zo erg lekker en vandaag ga ik er gewoon weer voor. Dus. Maar ja, het nadeel is, we hebben dus geen Deadweed of Deadweed Seeds. En ik wil eigenlijk een paar Battle Potions ook kunnen maken. Dus wat ik ga doen is, ik ga heel eventjes wachten totdat het dag wordt. Dus ik zie jullie sowieso in een seconde. En ik ga heel eventjes naar de corruptiebuy om eventjes te kijken of ik wat Deadweed te pakken kan krijgen. Dus, tot over een seconde. Nevermind. Een Goblin Invasion Army is approaching from the west. Oh, echt de meest onlogische timing. Weet je wat, ik ga er gewoon door in het dorp met een fast forward. Want een Goblin Army, daar niezen we nu op. Letterlijk hebben we echt één keer niezen en ze zijn plat. Dus ja. Even wachten, want nou is het dag. Dus nou kan ik eventjes kijken. Juist, zoals ik al zag, die dingen die zijn gewoon al rijp. Dus even die even plukken. Deze ook. Oké. Even weer planten. Nou, niet dat wij nog spelanken potions nodig hebben. Dat is een voordeel, maar... Oké, nou... nou, het zit goed vast bij mij. Ah ja, de lente die begint weer. Ik heb gisteren trouwens de eerste onweer een beetje gezien. Dus het onweerseizoen is ook weer begonnen. En daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. Goed, nou, hoe zal ik dit gaan aanpakken? Zal ik gewoon met de sniper ergens stil gaan staan of zo? Ja, ja, kom maar op met je Goblin Army. Ik bedoel, doe nou niet zoveel damage, doe nou maar 148. Maar dat is meer genoeg als om hun dus zeg maar in één hit neer te schieten. Dus welke kogels gebruik ik? Partykogels. Ah. Oké, kom maar. Oh. Daar hoefde ik nog niet eens wat te doen. Dankjewel, Skullkit. Nou, zet de fast forward maar aan en dan zijn we hier snel mee klaar. Want ik wil echt natuurlijk vissen rond deze aflevering. Oké, nou, dan hebben we dat ook weer gehad. Hartstikke leuk, hartstikke aardig. Nou, eventjes die zooi even wegchunken en ik zie jullie in een seconde. Oké, we zijn eindelijk terug. Nou, ik ben heel eventjes dan op zoek geweest eventjes naar wat Deadweed, wat nodig is voor Battle Potions, wat we later nodig gaan hebben. Dus die hebben we alvast in onze inventory. Verder heb ik eventjes de Iron Skin and Regeneration Potion gemaakt van de Daybloom Seeds die we dus net te pakken hebben gekregen. Of van de Daybloom die we net gepakt hebben. Dus ja, ik denk dat ik het niet langer uit kan stellen. En we gaan dus richting de Vistron. Dus de lange rit, daar naartoe. Weet je wat we doen? Ik zie jullie dan wel in een seconde. Oké, here goes nothing. Vijver, ik geloof in je strategie. Ik ben echt bang, jongens. Oké, here we go. Oh, wel even goed. Oké. Met de sfeer. Doekie! Hallo, Doekie! Oké, we gaan dus met de sfeer gaan we aanvallen en... Oh boy. Hij dasht wel heel erg fel. Nou, het voordeel van de sfeer is zover dat mij is dus uitgelegd door Fiverr. Ik moet echt beter met dodgen beginnen nou. Wat mij dus is uitgelegd is op het moment dat je dus zeg maar de grond raakt en Doekie mist. Het voordeel wat je dan gaat hebben is de... Ja, kogels die spreiden dus zeg maar overal uit. En daardoor is het dus zeg maar veel makkelijker om hem daarmee te raken.
Nou, we doen hem behoorlijk veel schade eigenlijk. Daar sta ik eigenlijk van te kijken, want ik dacht dat dit niet zoveel damage per seconde zou doen. Het enige nadeel is dat we die bubbels wat moeilijker kunnen ontwijken. Maar op zich zitten we niet verkeerd, dus even een beetje speed afstand houden van hem. Zitten weer op full health. Dat gaat goed, dat gaat goed. Oké. Dookie! Jij bent gemeen, Dookie! En daarvoor moet ik je killen, Dookie! Volgens mij doe ik hem echt veel meer damage als... Wow! Zagen jullie die chunk van damage die hij net kreeg? Holy crap! Wel, Fiver, je had echt gelijk. Oké, nou, heer. Oké, volgens mij zit hij al in zijn tweede vorm. Waar is hij? Oh, daar is hij. Hallo! Nou ja, we hebben nog geen Sharknado's gelukkig gezien. Dus op zich gaat het nou nog lekker. We doen hem behoorlijk veel schade. Daar ben ik heel erg blij om. Oké, dan doet hij weer zijn bubbelaanval. En dan ga ik omhoog en dan ga ik nou heel erg snel omlaag. Oh, dit is de eerste. Oh, die doet onze schade. Omhoog. Oh, daar ben ik echt in blij. Ik ben echt een liefhebber van die tornado's van hem. Oké. Wachten tot hij... Oh boy. Oké, omhoog. Wachten tot hij komt. Daar is hij. Waar is hij nou? Oh, er staat hier een Sharknado. Nee. Ik weet niet waar dit is. Oh, daar is hij. Au, au. Oh, daar had ik echt even help nodig. 160 help nog. Oh boy. Die Sharknado's die echt die killen mij keihard hard. Ik heb echt geen zin om nou wel eigenlijk terug te moeten gaan, maar ik heb geen keus. Daar zit hier een Sharknado. Omhoog, 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 omhoog. Oh, die Sharknado's zijn zo moeilijk te dodgen. Oké, we hebben hem bijna. Oh, dat was weer pijnlijk. 128 helpt nog over. Ah, Sharknado! Oh, kom op. We hebben dit geoefend. Oké, omhoog. Nee! Help! Kom op, help! Oké, ik heb help. Ik heb help. Ik ben een blij konijntje, ik heb help. Oh, kom op. Kom op, we hebben hem bijna. Niet net zoals de vorige keer. Waar is hij? Daar is hij. In je gezicht, Dookie. Oh. Oh, jeez. Oh, jeez. Oh, dit voelt goed. Oh, dit voelt zo goed. Hebben we gekregen. Weak Bubblegun. Dat is een van zijn zwakste armen. Dit is de zwakste wapen die hij kan droppen, naar mijn mening. Oh, oké, ronde 2, fast forward commencing. Snijkies! Auw, oh, hij was weer zo dichtbij. Oh. Hij heet de moeilijkste baas voor een reden. Defensive mode engaged. Ik heb nou eventjes geswapt van mijn armor. We zitten nu op 88 defense in plaats van 76. Plus er komt nog eens een keer de Iron Skin Potion bij. Ik moet dat wapen hebben, jongens. Dus here we go. Oh.
That went swell. Oh. Oké, nou. Hier had ik minder paniek bij. Maar ja, we zitten ook op 96 defense. En we krijgen ook nog eens een keer die Beatles. We hebben de Masterful Tempest Staff. Deze die verplaatst helaas. Sorry, Skullkid. We vertrouwden je toch al niet. Maar deze die zorgt ervoor dat we dus zeg maar een Sharknado aan onze zij hebben die voor ons vecht. Niet het wapen waar ik al voor op zoek was. Dus nou, ik heb nog mijn buffs. Ik ga er gewoon voor. Here we go. Oké, sorry, Five, dat ik je bang maakte. Jongens, niet deze keer, maar net daarvoor. Toen kregen we eindelijk het wapen waar ik voor op zoek, waar ik naar op zoek was. De Forceful Flareon. En dat maakt hem helemaal kapot. Het is mijn lievelingswapen van het spel. Ik hou van het. Ik wil even eigenlijk niks anders gebruiken als dat wapen. Ik vind het wapen zelfs veel beter als de Terra Blade. Oh, maar we hebben hem. Oh, dit wapen. Oh, ik wil er een goede reforge op. Ik zal. Oh, we zijn in die Fast Force. Hebben we hem 3 keer achter elkaar verslagen. We hebben dus zeg maar de Masterful Staff. We hebben een gewone default. Maar dit is dus de Summon. En over de summon en alles, daar wil ik ook nog heel eventjes natuurlijk over gaan, maar dat gebeurt allemaal in een andere aflevering. Maar ondanks dat we dus nu zeg maar de Godly Scourge of the Corruptor hebben, ben ik bang dat we ervan afscheid moeten gaan nemen, want we hebben de Flareon. En de Flareon is mijn nummer 1 wapen in dit spel. Hij is forceful, dus hij gaf alleen maar meer knockback, dus echt extra damage gaf hij niet. Maar daar gaan we heel eventjes verandering brengen. Ik ben lui, ik wil gewoon... Ik wil het. Ik wil mijn geld. Ik wil mijn geld hebben. Ja? Ik wil gewoon mijn geld hebben. Alles. Ja? En ik wil daar het beste... Ik wil daar de beste stat op. Doemi die had mij al verteld. Melee past gewoon bij me. En er is nog een wapen die je van hem kan krijgen. Als ik me niet vergis, je kunt de vleugels nog van hem krijgen. En je kunt de bow van hem krijgen. Dat, die schiet in 1 keer 5 pijlen af. Dat is 1 van de beste bows in het spel. Maar, ja, ik heb liever deze. Ik hou van deze. Dus, en het voordeel, ik ben melee class in de Engelse Let's Play, die ik er nou eventjes bij betrek om nogmaals te vertellen totdat er zeg maar gaande is op het andere kanaal, Zeep20 Engels. Ik ben de melee class, dus in dat spel krijg ik, mijn schatje ook nog eens een keer. Oh, de Flareon, ik ben zo blij met dat ik... Sorry. Nee, Fiverr, ik hou ook van jou. Niet bang zijn, hè, dus, maar goed, nu hebben we dus... nee, ik wou niet naar de... Witch Doctor am I? The Witch Doctor am I? Ding dang, walla walla bing bing. Ding dang, walla walla bing bing. Ik ben een blij konijntje, sorry. Ik ben een heel blij konijntje, kan er niks aan doen. I tried to visit Fiora one time. She looked at me and said, nope. Ah, arme gozer. Maar goed, wat we dus willen doen is, we willen even reforge. Waarom zeg ik shop? Ik wil reforge. Oké, nou. Zelfs. Hij is eigenlijk best goedkoop met de reforge. Superior. Nou, dat kan beter. Nou, shoddy. Godly. Oh.
van 81 naar 93. Zoveel extra crit chats, zoveel knockbacks, zoveel... Oh, ik hou van dit ding. Ik hou van dit ding. Dan vragen jullie natuurlijk af, wat is er nou nog te doen in de Terraria-wereld? We hebben alle bazen verslagen op de Crimson Baas na. Crimson Baas was ik eigenlijk van plan om dat te laten zien in deze Let's Play, maar aangezien dat de wereld waarin dat we zitten... spoilers! Dat is een Crimson-wereld. Dus, aangezien dat we daarin zitten. Maar, laat ik die baas er gewoon uit. We blijven gewoon bij deze wereld zitten. En wat we nou nog hebben is... We hebben sowieso nog de Frostmoon event. De Pumpkin Moon event. De Spectre Armor die ik jullie nog moet laten zien. De Summon Armor die ik jullie moet laten zien. Trouwens dit ding. Ja, ik kan me één Summon oproepen. De Skull Kid. Bedankt dat je erbij was. Hartstikke leuk. Ik zou jou eventjes in een Weapon Rack de staf plaatsen van de Skull Kid. Dus die doe ik even dan hierbij. Deze Tempest Staff die gaat dan daarin. En deze twee... Die mogen dus zeg maar in ons flashback huisje komen te hangen. Aangezien dat we hebben ze toch behoorlijk gebruikt. Dus blijkbaar is het makkelijker. Ik denk dat ik zelfs offensive... Als ik offensive ga met deze, hoeveel doet hij dan? Het geeft niet echt veel. Maar ja, de Beatles die geven heel erg veel extra schade die dan zeg maar tevoorschijn komen. Dus ach... Ja, maakt niet zoveel uit. Even kijken, hoeveel hout had ik? Ik zag maar... Oh, ik zie hier 120. Oké. Okay. 120 hout. Dan maken we even twee weapon racks erbij. Ik kan een mana star maken. Ja, zocht ik daar nou op zitten wachten. Even kijken, waar kon ik die maken? Hier. Weapon racks. 1, 2. En dan gaan we naar onze koude flashback huis. Oh, we hebben nog een weapon slot zelfs open. Ah, dat maakt niet zoveel uit. Oké, okay, dat doen we even. Poef. Poef. En dan mag daar dus in. Hier mag dus de Pygmy Staff in. En nou heb ik per ongeluk weer. Hier zien we Skull Kid nog heel eventjes, Skull Kid. Die was heel erg stil. En je loopt als een bezetene rond. Sta eens even stil. Sta eens even stil. Sta stil, je zenuwbeest! Oké, nou. Laat me zitten. Laat me zitten. Laat me zitten. Laat me zitten. Ga weg. Ga maar naar huis. Ga maar naar huis. Pfeiffer, die vond je toch... Die vertrouwde je toch al niet. Maar dan hebben we dus zeg maar hier ook het Unlimited... Of ja, het Unlimited... Het ultimate wapen van, die we gebruikt hebben. Dus van de corruptie. En nou hoop ik dat er ooit nog een keer een ander komt. Solar Eclipse. Want dan kan ik jullie eindelijk ook een keertje de Terra Blade hopelijk laten zien. Want we hebben dan dat wapen nog nodig, zoals ik al eerder heb verteld. Maar ja, tot nu toe hebben we nog niet echt veel geluk. Maar ja, er komt dus zeg maar iets heel spectaculairs aan. Er komt dus zeg maar de twee events aan. Die een ton van wapens kunnen droppen. En die dus ook heel erg moeilijk zijn om dus zeg maar te doen. Vandaar tot de Battle Potions heel erg belangrijk zijn. Dus, zonder enig oponthoud. We hebben Duke Fish Roll niet van 4 keer kunnen verslaan. Daar ben ik heel erg blij om. We hebben 1 death count helaas toch weer te pakken gekregen. Maar ja, aan de andere kant. We hebben Duke Fish Roll behoorlijk vaak kunnen verslaan. En ik heb zijn masker. Dus, ik... Nee, dat wou ik niet doen. Dat wou ik niet doen. Ik wou zijn... masker even op, zo. Oké. Okay. Ik maak Fiverr nog bang, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Heb ik hier nog een mannequin waar ik hem op kan zetten? Of moet ik even een extra mannequin maken? Ah, blijkbaar moet ik even een extra mannequin maken. Dat is niet zo'n probleem. Even kijken. Doen we dat eventjes gelijk, want dat was gevraagd. Een mannequin. Dank je. En die zet ik dan mooi. Even kijken, als dat 3 ritsen heeft, dan moet die hier komen te staan. Zo. En dan zetten we die mooi hier neer. Oh. Zo. Goed. In de aflevering van morgen. Waarom heb ik hem nou toch nog uitgehaald? Nee, is de eerste comment van de dag. Ik ben zo blij dat ik niet meer weet wat ik allemaal moet zeggen. Even kijken hoor. Eerst eventjes deze even cellen. Eerst even... Oeh. Heb ik nou een torch gejat? Heb ik hier nou een torch gejat door alleen maar... Oké. Sorry. Oké, nou jij mag deze hebben. 5 gold. Hoeveel is deze eigenlijk waard? 10 gold. Dat is decent. Vergeleken met hem. 13 gold. Serieus? Omdat hij iets meer... Lekker belangrijk. Goed, wij gaan naar de comment van de dag. Want echt, ik ben... Oh, dit wordt zo leuk. Dit gaat echt heel erg leuk worden. Alleen dit brengt ons ook bijna aan het einde van de Let's Play. Wat eigenlijk best wel jammer is, vind ik persoonlijk. Ik bedoel, ik vind het echt een heel erg leuk spel. Maar ik kijk ook vooruit naar de volgende Let's Play. Dus, maar goed, geef me even een seconde. Dan pak ik eventjes de comment erbij. En dan zet ik hem even op het bordje. En dan zie ik jullie in een seconde.
Oké, nou even kijken. Aflevering 32. De comment komt van Mr. Banana. Banaan. Hallo Mr. Banana. En die had geschreven: al dat farmen. Ik zie CP20 al op een boerderij. Op een boerderij werd hij opgewekt en vlaar. Samen met het vijver natuurlijk aan zijn zij. Een tornado boven mijn hoofd. Oké, dit gaat helemaal nergens over. Dankjewel Mr. Banana voor die leuke comment. Om heel eerlijk te zijn, een beetje informatie van mezelf. Ik zie me eigenlijk totaal niet op een boerderij. Ik heb totaal geen groene vingers. Ik zie me eigenlijk absoluut niet op een boerderij. Maar in een game om dingen te farmen en dingen te laten zien. Ja, misschien. Maar in real life? Nee, niet echt. Sorry. Ik zie me eigenlijk echt niet zomaar in een boerderij. In ieder geval heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor je comment. Ik vind het fijn dat je de aflevering leuk vindt. Ik vind het fijn dat jullie allemaal de aflevering heel erg leuk vinden. Morgen gaan we voorbereidingen treffen natuurlijk voor de eerste event. Ik denk dat het een Pumpkin Moon gaat worden. Weet ik niet zeker. Moet ik heel eventjes kijken hoe dat ik eraan ga pakken. Verder gaan we ook heel eventjes een kijkje nemen naar de Spectrum, waar ik totaal niet mee bekend ben. Dus ben je een magieliefhebber? Ben ik daar heel erg blij mee. En ik denk dat we ook eventjes gaan farmen. Proberen dat we de Hello Key te pakken kunnen krijgen. Hello Key. Dus ik denk dat we dat maar eens gaan doen. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je nog vragen, opmerkingen? Wil je ook op de Wall of Awesome Comments komen? Laat een reactie achter. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Terraria. De Engelse serie die is op dit moment ook nog... Ik weet het, ik zeg het voor de derde keer. Maakt niet uit. Engelse serie is op dit moment ook bezig. Is helemaal Engelstalig. Is multiplayer met nog eens een speciaal tintje. Ik ben naar de melee class. Doomy is daar de mage class. En Invader Tech is de range class. Mocht je dat ook willen zien... het kanaal, de link van het kanaal staat onderaan in de beschrijving. Dus met dat vergeet ook nog niet als je het tijd hebt een like achter te laten. Ik dank jullie voor het kijken. Ik moet het oprappen. Ik zie jullie morgen bij een nieuwe aflevering. Doei!